Sommige mensen zeggen al, ja, ik ben heel goed in, in getallen lezen. Nou ja, hier zie je een aardige set van getallen. Um, maar de meeste van ons zullen al die karakters, want dat zijn getallen uiteindelijk, allemaal individueel moeten lezen. En dat is per definitie langzaam. Maar dat, dat vermogen wat we hebben om patronen te herkennen, dat zou eigenlijk zonde zijn als we daar niet meer gebruik van maken. En in dit geval uh, gebruik ik hier de matrix uh, visual. En in de matrix visual kan ik met uh, conditionele opmaak ervoor zorgen dat we toch gebruik kunnen maken van dat patroonherkenningsvermogen wat we hebben. En uh, dat doen we dus door kleur toe te voegen. En dan in dit geval donkere kleuren voor hoge waarden en lichte kleuren voor lage waarden. Laten we eens gaan kijken hoe we dat uh, kunnen veroorzaken. Dus uh, we gaan naar de opmaak hiervan. En dan zie je dat, uh, dat bij onder cel elementen... Um, je de keuze krijgt om een aantal uh, uh, zaken te regelen. En dit zijn allemaal conditionele opmakenzaken. Die kun je ook op een andere medium doen. Dat zal ik zo meteen laten zien. Maar laten we even de achtergrondkleur aanzetten. En als ik dat doe, dan zien jullie meteen dat uh, nou, de lage waarden krijgen een lichtblauwe achtergrond. En de hogere waarden krijgen een donkerblauwe achtergrond. Kun je de getallen nog laten staan. Maar je zou kunnen zeggen: van nou weet je wat, ik ga de tekst ook dezelfde kleur geven. En nu krijg ik eigenlijk. Een matrix met uh, allerlei uh, verschillende kleuren. En, uh, en nu kan ik dus het, de rol van de kleur gebruiken om hoeveelheden in te schatten. En dan zie je bijvoorbeeld dat, uh, dat eyewear overal donker is. Dus wa waarschijnlijk veel uh, verkocht heeft in dit geval. Maar hetzelfde geldt ook voor watches. Misschien wat minder. Dus eyewear is de grootste. En zo kun je misschien bepaalde patronen herkennen en uh, visualiseren in, uh, in Power BI. En zoals die hier staat, heet dit formeel een heatmap. Uh, nou, dat is, zo heet de visual in Power BI niet, maar dat kun je dus gewoon maken met de matrix of met de tabel. Zoals gezegd, uh, dat kun je hier doen door cel-elementen, maar ook uh, in de meetwaarden. Als je daar op het pijltje klikt, dan zie je hier dat de voorwaardelijke opmaak, wat ik net conditionele opmaak noemde, uh, al zit. Je kunt hier bijvoorbeeld kiezen van, oké, ik haal alles weg en dan verdwijnt het ook weer. Uh, of je kunt zeggen van, nou, uh, weet je wat, we doen de voorwaardelijke achtergrondkleur en dan krijg je eigenlijk alle keuzes die we al hadden gehad. Nou, hier zie je dat van licht naar donkerblauw. Dat kunnen we ook nog op een iets andere manier doen, uh, want we kunnen uh, dat met een kleurovergang doen. We kunnen allerlei regels verzinnen, maar je kunt het ook met veldwaardes doen. Want als we kijken naar de standaard manier in Pauwpia, ja, de kleurovergang, dan zie je dat je eigenlijk alleen maar twee kleuren kunt specificeren, dat hij daar in het midden een andere kleur specificeert uh, van maakt. Of je kunt daar nog een middenkleur aangeven, zoals hier. Alleen je hebt niet heel veel controle over waar die overgangen dan precies zitten. Een andere manier om dat te doen is zeggen van nou ik ga dat gewoon met veldwaardes doen. Ik heb in dit geval een berekend element gemaakt waarin ik heb gezegd nou als bepaalde waardes bereikt worden, dan wil ik dat je op een bepaalde manier de boel inkleurt. Nou laten we eens kijken en die meetwaarde heb ik hier staan. Die heet heatmap kleur en als ik dat doe en toepas. Dan uh, zul je zien dat, uh, dat we hier veel meer schakeringen krijgen. Je ziet nu opeens dat we vier kleuren blauw gebruiken. Dus het is geen continue wijziging, maar het zijn hele duidelijk vier kleuren blauw. Ik zal hem uh, er even bij halen, zodat je kunt zien uh, wat heb ik daar nou precies gedaan. Uh, nou Hier zie je de, de berekening. Eigenlijk zeggen we alles. Alles onder de 4000 krijgt een heel licht blauw. Uh, van 4 naar 8000 iets donker. Van 8 tot 11 nog iets donkerder. En alles boven de 11 krijgt een donkere kleur. En, en dit stelt ons dus in staat om heel specifiek een heatmap te maken. Dus door de kleuren gewoon te specificeren en een klein stukje DAX-code daarvoor te gebruiken uh, om je opmaak te besturen. En net zoals we dat net zagen, dat je zowel de achtergrond als de tekstkleur daarvoor kunt gebruiken, kunnen we dat hier natuurlijk ook doen. Hè? Dus even voordat je zegt, ik, ik, die nuance of die precisie van de getallen, die vind ik niet zo belangrijk. Uh, ik wil dus ook dat de tekenkleur aangepast wordt. Nou, dan kunnen we daar precies hetzelfde doen op veldwaarde. En we kiezen verderom hetzelfde veld, heatmap kleur. En daar zien we het. En dan hebben we hier dus een heatmap gemaakt. En dan zie je, nou goed, de donkerblauwe cellen zijn degene die heel hoge waarden hebben. En dan zien we hier dus bijvoorbeeld dat in de categorie Watches er één cel is, december, die er heel erg uitspringt. Of in binoculars, in oktober is er eentje die aan de lage zijde opvalt. En zo zie je dat we gebruik kunnen maken van ons patroonherkenningsvermogen om de uitschieters te leren vinden en wat hier nou heel bijzonder gebeurt. Dus, dit is een voorbeeld van het gebruik van kleur om waardes uit te drukken. Daar zijn we niet heel precies in, dus, wellicht, dat het toch een goed idee is om. Om de getallen erin te laten staan als je die precies nodig hebt. Maar het zorgt er wel voor dat we heel veel getallen te, tegelijkertijd kunnen verwerken. Zonder dat we al die individuele getallen in ons hoofd hoeven te stoppen en daarmee aan de slag moeten gaan.